Alfabetisch? Ja, redelijk. Ja. In het kort ga ik eventjes uitleggen wat wij vanavond gaan doen. De ontvangst en de inloop hebben we net gehad en we zijn bezig met de opening. Na mijn kleine introductie zal Berend van Lente, voorzitter van Sportclub Ginnemuiden, een nieuwjaarstoespraak houden. Daarna gaan we een aantal nieuwe sponsoren voorstellen. En daarna hebben we cabaretier Koop Sloop. Vier kantjes, dus pas op, hè. Dat gaat wel gebeuren. Nou. Maar net in type 15, 20, dus zoveel staat erin, hoor. Waar valt het? Bril. Voordat ik wel zeg, ja, ik vind het legendarisch dat je een woord mag nemen in zo'n zaal, kantine van Sportclub Ginnemuiden, met zoveel sponsoren die betrokken zijn bij Sportclub Ginnemuiden. Ik vind dat echt een applausje waard. Dankjewel. Goed, mensen, daar ga ik. Namens het bestuur wens ik jullie zowel zakelijk, privé als de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Heel veel zakelijk en heel veel gezondheid op dit jaar. Sport verbloedert, dus we gaan in ieder geval de Olympische Spelen doorgevoerd met Noord- en Zuid-Korea. Zal mij ook. Ik heb gezegd tegen een journalist van de Stentor, we pakken de derde periode. En wat daarna volgt? Fijn om te lezen op Twitter dat ploegen ons uit de competitie onsympathiek en vriendelijke mensen aan de bestuurstafel doen. Dat doet mij ontzettend goed. Blij met de verlengde contracten van Kavak, Muis, De Jong, Riemers, Simon Eenkoren, Joran Pot en onze eigen jeugdspelers en niet te vergeten Jan van Raal samen met Dick Lindeboom. De overige stafleden, helaas, maar wel begrijpelijk, heeft onze assistent trainer Mark Hegema allemaal. Onze hoofdsponsor Breeman Installatiegroep, welke het contract verlengd heeft tot 2023. Dat betekent dat Breeman nog dit seizoen nog 5 jaar op ons shirt staat. Super voor ons als vereniging en bestuur. Dit geeft enorm veel vertrouwen dat we goed bezig zijn. Helaas bereikt ons droevige bericht voor het overlijden van Harm Breeman op 87-jarige leeftijd op 20 december, jongstleden. En Rijn Breeman op 80-jarige leeftijd op 2 januari, jongstleden. Beide mannen grondleggers van Breeman Installatiegroep, onze hoofdsponsor. Als je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen, zegt onze voorzitter Raymond van de Business Club. Super om te zien dat dit werk bij Campena Coffee al op diverse kantoren is geïnstalleerd. En dat bij de borrel op locatie in Zwolle diverse sponsoren inmiddels een brildagen van Nico brillen. Samen kunnen we het maken. Probeer de handel bij elkaar te houden en gun elkaar de handel. Bedankt voor jullie support. Voor alle betrokkenen die Sportclub een warm hart dragen, om samen weer tot een mooi resultaat te komen. Verder rest mij jullie een hele fijne avond wensen en voor straks eet smakelijk. Dankjewel. Link uit Enkhem. HMK Technische Groothandel uit Zwolle en Rijssen. Drie vloers uit Genemuiden. Plastal. Kamper, lak en verffabriek. Helaas konden deze mensen niet aanwezig zijn vanavond, omdat wij de nieuwjaarsreceptie hebben verschoven. Maar toch mooi dat zij bij ons aangesloten zijn als bronsponsor. De volgende bedrijven zijn wel aanwezig. Dat zijn IJsseldelta Autolease. En graag wil ik Bob Hemmers naar voren toe om hem even een korte introductie te laten geven wat IJsseldelta Autolease precies voor u kan betekenen. Mijn naam is Bob Hemmers.
IJsseldelta Autolease. IJsseldelta Autolease is gevestigd op de Hessenpoort in Zwolle. Ik zit in het pand van Indewal Auto's. En Indewal Auto's is een van mijn aandeelhouders. Met hun heb ik samen deze leasemaatschappij opgezet. We zijn een leasemaatschappij die zowel nieuwe personenauto's als bedrijfswagens doet. En dan van alle merken. En ons specialisme ligt er eigenlijk in dat we ook jong gebruikte auto's in de lief doen. Zowel personenauto's als bedrijven. Groet uit Kampen. Ronald Rona, graag eventjes naar voren om jou als afbouw. Wij werken in zo'n beetje 50 kilometer rondom Kampen. Je kunt ons voor een printje laten komen. Voor een hele woning, maar ook een heel bedrijfsgebouw. Ja. Als je een keer wat nodig bent op het gebied van schilders, glas of afbouw, dan weet je jullie erbij hoort. Goedenavond, ik ben Inke van der Veurde en ik ben werkzaam bij Vishandel Timmerman. Maar Willem, mijn werkgever, kon helaas de presentatie zelf niet doen. Hij had andere verplichtingen vanavond. Dus bij deze. Ik kan u namens Aad Willem met vreugde mededelen dat wij dus de grondsponsor van die prachtige vereniging Sportclub Geenemuiden zijn geworden. Want we zijn overtuigd dat vis bij sporten wordt. Want wat is het gezonder dan twee keer in de week vis eten en een prestatie voetbal? Ook blij weten dat het iedere keer weer is om top te moeten presteren. Hard werken, liefde en aandacht voor ons product. Dat is ons aller motto en zo bereik je de top. We leveren een veelzijdig assortiment van verse, gebakken, gerookte en waaronder ook het verzorgen van en aanvullen van buffetten. De gerookte vis komt uit onze eigen rokerij. Wil je nog meer weten over Vishandel Timmerman? Bekijk onze site of Facebookpagina. Maar nog beter is, kom zelf eens langs aan de Sisterstraat 57 op donderdag of op het avondplein op zaterdag of op een 7-tal andere standplaatsen in de omgeving. Ik wens jullie, bestuurs, supporters, sporters, overige sponsoren nog veel succes. En ook omdat we aan het eind van het seizoen kunnen zeggen dat we allen nog beter zijn geworden. Mocht je meer willen weten, schiet mij gerust even aan. Dank u wel. Maar goed, wij kunnen dus niet alleen en door de groei zijn we dus extra mensen nodig. En Peter hebben we bereid gevonden om hier 7 maart is de bedoeling dat wij op het volgende event dat wij jullie gaan voorstellen aan de Business Club. En de opbrengst, verbouw en nieuwbouw voor de accommodatie van Sportclub Geenemuiden. Mijn naam is Raymond van Dijk, voorzitter van de Business Club van Sportclub Geenemuiden. De Business Club van Sportclub Geenemuiden, Business Club De Wetering, is ontstaan uit de vroegere sponsorcommissie, zoals dat bij elke voetbalclub is ontstaan. We hebben daar veranderingen aangebracht om de zaken binnen Sportclub Geenemuiden en de Business Club te professionaliseren. Zo hebben we dus geprobeerd een Business Club neer te zetten die niet alleen lokaal toegankelijk is, maar ook regionaal en zelfs internationaal. Voor Sportclub Geenemuiden betekent dat dat de Business Club een ondersteunende factor is voor heel Sportclub Geenemuiden. Niet voor alleen het eerste elftal, maar ook voor de kleine jeugd. Wij zorgen ervoor onder andere dat iedereen een mooi tenue kan voetballen en zodat we met z'n allen de contributie laag kunnen houden, zodat Sportclub Geenemuiden voor iedereen toegankelijk is. Er wordt van alle kanten ingefluisterd. Eén iemand die dat was, die fluisterde mij in. Raymond, met die businessclub van jullie moet je Björn Kuipers een keer doen. Björn Kuipers. Goed, wij onze radaren aangezet. Björn Kuipers. Nou, ik heb je net verteld over de cyberaanval in onze kas. €4500. Björn Kuipers voor 25 minuten. Scheidsrechter van de KNVB. Wij betalen al veel geld aan de KVB, dus dat gaan wij niet doen met Björn Kuipers. Dus wij gaan ook een klein beetje op de kleintjes letten. Dus,
Het moest goedkoop. Met de nadruk op koop. Ik heb iemand gevonden, mensen. Hier is hij. Koop Sloot. Jammer, jammer, jammer. Raymond, ik ben vanmorgen om 4 uur opgestaan om voor jullie een mooi stuk in elkaar te zetten. Ik was hier als eerste, ik heb de hele dag niet gewerkt. Ik zit er gewoon door te wachten. De hun is een bestuurskamer, ik wil een biertje kopen of een pak. Die had Luc Drost allemaal op zo. Dan komt hier Raymond, die komt met mij op deze manier aan. En jullie zitten al een stelletje dooien er gewoon bij. Raymond, ik ben van de businessclub van Geenemuid, niet de voorzitter van de begrafenisvereniging. Dus ik stel één keer voor, ik ga daar weer staan, Raymond. Ik kom nog mee aan koopsloop, en je doet het enthousiast. En jullie geven mij het gevoel dat jullie het ook leuk vinden. Er mag voor één keer op de stoelen gestaan en geklapt worden. Eén keer overnieuw. Vandaag bij Sportclub Geenemuid, koopsloop, geven we een gigant. Receptie voor de sponsoren. Alleen is afgeblazen, de helft komt niet. De hoofdsponsor moest naar de dokter, de andere sponsor moest naar de tandarts. Dus nu doen we 2 open. Maar goed, ik wil in het begin, ja, ik vind het wel bijzonder, ik was hier om 17:30. Bedankt Ramon en misschien mag ik nog een keer weer komen. Bedankt voor dit geweldige optreden. Blijf nog eventjes aanbestaan. We hebben traditioneel hebben we uiteraard een mooi boeket bloemen voor je. En zoals het hoort, een mooie Geenemuider, Sportclub Geenemuidermat. Dus die, ik hoop dat die voor de deur komt. Met het Breeman shirt uiteraard. Dat is voor het leven voor jou. Ja. Kom zo, dankjewel. Nog nooit bereikt. Goed zo, kom blijven vriend. Voordat wij gaan eten. Is vanaf nu winterfinancieringen en heeft zijn bronscontract met 3 jaar verlengd. Dat was een mooie opsteker en een mooie binnenkomer. En ook door Vitac moet de kosten om jullie aan boord te krijgen. Mensen, sluit aan bij Business Club de Wetering en je weet het, wie niet kan delen. Bedankt.